En schrijfster Indra Hu heeft onlangs een boekje geschreven met voorlichting aan kinderen en jeugdigen over COVID-19. Zij heeft al meerdere kinderboekjes op haar naam staan. De schrijfster vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk informatie over het coronavirus aan de bevolking wordt gegeven en het liefst op een vereenvoudigde manier. Ik heb alle informatie bijeen gedaan toen, zowel de ziekte zelf als de maatregelen genomen door ons land, wat updates erbij gedaan, dat was mij. En ik ben toen naar wikken en wegen, maar wel geluisterd naar de argumenten. Niet iedereen heeft Facebook, niet iedereen heeft YouTube of internet of stroom of whatever, maar een boek kun je altijd. Ik ben op zoek gegaan naar donaties. Alle reacties waren no, in verband met corona, et cetera. Ik dacht, oké, ik ga het wel doen, maar het gaat dan duur zijn als ik het moet doen. Want één boek druk, 32 bladzijden, heeft dit met omslag 36, full color. Geloof me, iedereen weet wat het moet kosten. NVEBS, VCB Bank en Verzekeringsmaatschappij Assuria hebben een bijdrage geleverd, zodat het boekje kan worden verkocht. Voorlopig heeft het een oplage van 2000. Maar volgens Indra Hu zijn de reacties nu al overweldigend. Ouders die me zeggen dankjewel, want nu ziet mijn kind dat het staat. Eentje die me schrijft, mijn kind wil steeds handen wassen. Een ander die me zegt, mama je mag me niet aanraken. En daar gaat het bij mij om. Ander die schrijft is niet alleen voor jeugd. Je zegt altijd jeugd gaan kinderen, maar dit is ook voor volwassenen. En ik zeg, eigenlijk weet je dan niet wat ik heb gedacht, hè? Wie gaat voor die kleintjes lezen? Een volwassene. Dus je hebt 2 vliegen in één klap, 100 vliegen in één klap. Dus dat is de bedoeling.